Hallo en welkom weer bij een nieuw video les van Forberta. Deze keer gaan we kijken naar opgave 11 van het examen Wiskunde B HAVO 2012 tijdvak 1. Bereken met behulp van differentiëren de exacte waarde van B. Er bestaat precies een lijn die evenwijdig is aan de lijn I is 2x-5 en die raakt aan de grafiek van F. Omdat deze lijn evenwijdig is aan de, aan de lijn I is 2x-5 heeft deze een vergelijking van de vorm... I is 2x plus b. Goed, dan uh, ga ik toch weer even mijn schets maken die ik ook in de vorige had. Namelijk, ik ga ervan uit dat die wortelgrafiek er ongeveer zo uitziet. Ik ga ervan uit dat die ene grafiek die we hadden, dat die er zo uitziet. Dus dat is de 2x plus 5. En nu moeten we dus een grafiek hebben die wel. Ergens raakt. Oké, okay, en hoe gaan we dat doen? Dit moeten we doen met behulp van differentiëren. En een van de eerste dingen die we kunnen zeggen is alvast zeggen dat de lijn 2x plus 5, waar parallel aan moet worden gelopen, euh, parallel een lijn aan staat. Uh, die heeft een helling van 2. En die helling die is constant. Dus we gaan er ook vanuit dat die nieuwe grafiek ook een helling van 2 heeft. Waardoor we dus nu moeten gaan differentiëren. En dan krijgen we de functie de wortel van 4x plus 12. Dat was functie f. En ik ben altijd een voorstander van wortels. Even toch schrijven als... Een ding tot de macht, een half. Want dan kun je iets makkelijker met behulp van de kettingregel gaan bepalen wat de nieuwe functie wordt, of wat de afgeleide functie wordt. En de afgeleide functie in dit geval is een half keer 4x plus 12 tot de min een halve. Dat is namelijk nou het eerste deel van de kettingregel. Het deel waarbij je zegt: van oké, okay, uh, ik pak even wat ik nu rood kleur van de functie. En dit rode deel van de functie beginnen we mee. Alleen daarna moeten we ook nog wat er in de functie staat differentiëren en daarmee vermenigvuldigen we het. En de afgeleide van 4x plus 12 is 4. Dus de afgeleide waar we nu mee moeten werken is een half keer 4, dat is 2. En 4x plus 12 tot een min een halve is hetzelfde als de wortel van 4x plus 12, maar dan 1 gedeeld door. Goed, en die afgeleide die moet gelijk zijn aan 2, want de helling is de afgeleide. Uh, als we nu de afgeleide hiervan gaan berekenen, dan weten we in ieder geval, ofwel als we gaan berekenen wanneer de helling 2 is, weten we in ieder geval op welk punt. Op welke x dit gaat plaatsvinden. En dat is vrij belangrijk. Want als we de x weten, dan weten we de x en de y-coördinaat. En dan weten we ook de x en de y-coördinaat van de lijn. En daar kunnen we heel veel meer mee. Dus je moet eigenlijk altijd gewoon maar als je denkt, oh, ik moet een afgeleide berekenen. Dan stel je de af functie van de afgeleide op. En dan ga je daarna zeggen. Nou die afgeleide die moet gelijk zijn aan. Nou, meestal is het 0. Maar in dit geval is dat 2. En als dit gelijk is aan 2, 2 gedeeld door dit, dan moet de wortel van 4x plus 12 wel gelijk zijn aan 1. Uh, dat betekent dat 4x plus 12 ook gelijk is aan 1, want ja, we kunnen allebei de kanten natuurlijk uh, kwadrateren. Uh, dat deed ik nu even al automatisch omdat ik zag van hé, hey, er staat 1. Dus daar gaan we het niet al te moeilijk mee doen. En als we allebei de kanten hebben gekwadrateerd, hebben we 4x plus 12 is 1. Dus dan krijgen we ook uh, 4 x is 1 min. 12. Ah, wordt uh, spannend. Dus dan krijg ik 4 x is min. 11. Ik zal uh, te denken: van uh, wat ben ik mee bezig? Maar ik zie gelukkig wat ik mis heb gedaan. Uh, jongens, meiden, kijk, dit is leuk als je eenmaal denkt: van hé, hey, dit gaat echt voor geen meter kloppen. Dan moet je gewoon nog eens kijken wat je oorspronkelijke functie was. En in mijn oorspronkelijke functie, ik merk wel dat ik echt op een uh, zondagochtend lekker bezig ben nu. Uh, maar. Hier moet gewoon een minnetje staan. En dan moet deze natuurlijk ook weg. En dan moet deze ook weg. Dan moet dit ook weg. Dit ook weg. Alles wat ik weghaal, daar moet een teken andersom worden gezet. Dus min, 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 min plus. Dus 4x is gelijk aan 13. Dit geeft mij een veel beter gevoel. En als 4x gelijk is aan 13, dan kun je dus ook zeggen: "Oh, x is 13 gedeeld door 4." Of voor degene die dit makkelijk willen opschrijven: 3 1/4. Dus op de x-coördinaat 3 1/4 krijgen we dat Ah ja, we dit weten. Stap 1. Um, maar als we dit weten, dan kunnen we ook gaan zeggen: van oké, okay, x is 3, 1 vierde, dus i is de wortel van 4x min 12. Nou, dat is de wortel van 4 keer 3, 1 vierde min 12. Uh, daar gaat uitkomen. Hoeveel is dat? Uh, nou, dit ga ik gewoon om rekening zien doen. Want er zijn grenzen wat ik makkelijk uit mijn hoofd kan. Uh, dus de wortel van 4 keer 3, 1, 4 min 12. Dan hoop ik maar dat daar een mooi ding uit gaat komen. Oh. Daar komt wat moois uit. I is 1. Dus nu weten we. En daar ga ik even hier wat op schrijven, dat we een x i-coördinaat hebben van 3, 1, 4, 1. En de functie I is 2x plus b. Gaat door dat coördinaat heen. Dus 1 is. 2 keer 3, 1 vierde plus b. Euh, nou, b weten we nog niet. Dan kunnen we zeggen 1 is, even kijken, 2 keer 3, 1 vierde dat is 7,5. Plus b, dus b moet dan wel gelijk zijn aan 1 min 7,5 is 6 of min 6. Oké, okay, ons bij bij de volgende video, dan ga ik uh, een stukje wakkerder zijn voor jullie. Want ik kijk naar het antwoordmodel en ik zie 2 keer 3, 1 vierde is 6,5, b is 5,5. En, en zo zie je maar weer, als je dus niet volledig geconcentreerd een examen zit te maken, dan kun je heel veel punten kwijtraken op gewoon heel suffe, domme foutjes, zoals een plus en een min omdraaien. Enzovoort. Goed, uh, ik hoop dat jullie uh, hier wel zeker wat aan gehad hebben. Ondanks de rekenfouten, dat jullie daardoor misschien zelfs nog extra hebben opgelet en dachten van... ...oh, hier klopt helemaal niks van. In ieder geval, ik ga gewoon door met deze video's maken. Want ik heb te veel verzoeken gekregen van andere examens om ook te filmen. Dus ik ga de komende dagen helemaal los, alle vrije tijd ga ik steken in het filmen die ik heb... Ik hoop dat jullie er in ieder geval wat aan hebben en dan zou ik alvast zeggen, succes met je examens.